Het aantal WO'ers in Nederland stijgt snel naar 1 miljoen. De groei wordt vooral door vrouwen veroorzaakt. En wat ze mij dan noemden, geagiteerde existentiële crisis. Bij geagiteerd dan slaat op paniekstoornissen, angststoornissen. Adem nieuw perspectief in. Speciale bureaus proberen vrouwen via ontspanningsoefeningen en coaching weer aan het werk te helpen. Wat zo belangrijk is om thuis te komen in jezelf, hè? Maar het aantal WO-vrouwen blijft stijgen. Als jij een jaar lang op de bank zit en je doet niks meer en je voelt je vreselijk ziek, dan is de vraag niet meer of je wel ziek was, maar dan ben je het inmiddels geworden. Zemla, over de arbeidsongeschiktheid van vrouwen. Het is nu 5 jaar geleden dat ik eigenlijk door mijn klachten thuis ben komen te zitten. Ik was werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis, het algemeen ziekenhuis op de cardiologie. Ik ben met een bekinstabiliteit thuis komen te zitten van mijn eerste zwangerschap. En wel steeds geprobeerd om te gaan werken, maar dat lukte uiteindelijk niet. En toen ben ik wel zodanig afgekeurd dat ik in de WO terecht ben gekomen. Je hebt altijd een beeld gehad van nou, ik heb nog een hele toekomst voor me en met ook bepaalde doelen in je hoofd. En ineens wordt het gewoon acuut aan de kant gezet. En de WO kwam voor mij altijd heel denigrerend over. Als je dan ook in contact komt met de instanties, nou, dan kom je ook wel een stuk tegen waarvan je denkt van jeetje, wat moet ik hiermee? Het is wel geluk. Mevrouw Willebrands, ja. Een tijdje geleden. Is het? Hoi. 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 Jonge, ambitieuze vrouwen tussen de 25 en 35 jaar hebben 4 keer zoveel kans om in de WO te komen als mannen van die leeftijd. Vooral in de zorgsector is door de hoge werkdruk het ziekteverzuim extreem hoog. Die spreekkamer voor je uitgekozen. Die mag je jas eventueel nog ophangen, kapstok. Bij de arbeidsdeskundigen van de uitkeringsinstantie bespreken vrouwen hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zie jij jezelf hier als verpleegkundige functioneren? Nee, als ik terug zou gaan nu naar de verpleging, dan weet ik dat dat voortijdelijk is. Dan weet ik dat ik gewoon weer terugkom met allerlei burn-out verschijnselen en iets waar ik gewoon niet achter sta. En dat maakt het gewoon heel lastig om op dat vlak terug te keren. En dat het dus voor mij heel belangrijk is om wel iets passend te vinden waarbij ik gewoon lang en duurzaam terug kan komen. Ik was coördinator op een nachtopvang voor daklozen. Het was een drukke baan. Ik had een kindje van toen 1 jaar. En ik was alleen met haar. Dus dan een baan waarvan heel veel van je verwacht wordt. De doorslag gaf eigenlijk dat ik tijdens mijn werk last kreeg van paniekaanvallen. Ik voelde wel gewoon dat het te maken had met te veel stress en vermoeidheid. En dat wist ik direct wel. Alleen ik dacht, nou, 2-3 weken. Beetje op de bank, televisie kijken, sapjes drinken, dan gaat het voor je. Dat werden uiteindelijk maanden en uiteindelijk jaren. Ja, dan voel je hier dat er wat meer weerstand is en deze wervel staat niet goed. Dat wringt een beetje. Oké. Van huis uit ben ik jurist en daarnaast werkte ik als administratief medewerkster bij een opleidingsinstituut in Utrecht. Oké, nog eens inademen. Dat is niet helemaal... Ruim 2 jaar, zeg maar, zit ik nu in de WO en bij mij is de oorzaak dan Lyme. Ik ben door het teken gebeten in het voorjaar van 1997. Dus dan had ik last van extreme moeheid, slecht kunnen slapen, pijnen in je lijf en zo. Je hebt gewoon geen fit meer in je lijf. Het lijkt wel of je een lijf van een 80-jarige hebt. Het gaat gewoon niet meer. Ga rustig kijken hoe het gaat. Ja. En als je problemen hebt, dan kun je me altijd weer bellen. Oké, bedankt. Goed. Krijgt u nou meer vrouwen dan mannen? Ja, maar dat heeft elke arts die... Heeft dat. Het is wel eens onderzocht. Het is niet helemaal duidelijk. Er zijn wat theorieën over dat vrouwen meer tijd hebben dan mannen en daarom makkelijker bijvoorbeeld naar de huisarts gaat. Maar in het algemeen krijgt elke arts zeg maar 2/3 vrouwen en 1/3 mannen. Er is een oud gezegde in de gezondheidszorg en dat zegt women get sick and men die. Dus vrouwen worden ziek en mannen gaan dood. Dat is niet meer helemaal zo. Maar wat je in de spreekkamer ziet, dat is dat vrouwen veel succesvoller zijn dan mannen in de slachtofferrol. En dan
vooral in het gebruiken van die slachtofferrol, daar ben je onmachtig, hè? Om met die onmacht macht uit te oefenen. Macht over de dokter, maar bijvoorbeeld ook macht over je man. Je ziet vaak hele hulpvaardige mannen en die doen van alles. En daar zit je dan als een soort prinses op de... En alles wordt voor je gedaan. Ik denk dat je daar ontzettend makkelijk in gevangen raakt. Zullen we even naar Marjan? Ja. Ik ben sinds juli in de ziektewet en ik ben psycholoog. Ik ben Margriet, ik ben verpleegkundige, kinderverpleegkundige. Sinds eind november zit ik thuis. Ik ben Judith, zit sinds augustus vorig jaar in de WHO en ik werk als intercedent. Goed, burn-out is ook zoiets als de geest uit de fles. Maar je sluit je daarvoor af en op een gegeven moment is het afgelopen. Pluf. De geest is uit de fles en je kunt op dat moment niet verder. Ik ben in augustus 99 ziek geworden. Ik kreeg op een gegeven moment heel erg hoofdpijnen. Ik kreeg pijn in mijn nek en nou, dat ging eigenlijk door naar mijn onderrug. En dusdanig dat ik gewoon echt heel erg moeite had om met lopen. En daarbij was dus ook dat ik gewoon heel moeilijk mijn grenzen aan kon geven. Dus ik ging maar door eigenlijk. En daarbij kwam dat mijn moeder ziek werd. En dat was eigenlijk denk ik een beetje de druppel. Vrouwen vervullen sowieso altijd, of ze nou getrouwd zijn of niet, of kinderen hebben of niet in het leven, vervullen verschillende sociale rollen. En die vervullen ze over het algemeen, is mijn ervaring, heel intensief. Ze zijn moeder, of ze zijn tante, of ze zijn kind heel intensief, of ze zijn buurvrouw heel intensief, of ze zijn vriendin heel intensief. En ook op het werk, ik weet niet of je dat herkennen, maar er wordt een heleboel sociale, zeg maar, zorg op het werk, wordt heel vaak weer door vrouwen vervuld. Wie herkent dat punt, van ik wil het ook wel graag goed doen, of ik herken misschien niet eens dat ik het goed wil doen, want dat vind ik gewoon normaal. Ik vind het gewoon normaal om het zo te doen. Alles vol overgave doen, je met 120% instorten. Ja. Ja, maar dat is normaal. Goedemiddag, dames en heren. Mag ik even uw aandacht? Willen alle deelnemers aan het Rea-congres zich begeven naar de ronddeelzaal? Willen alle deelnemers aan het Rea-congres? Jeanette Poorter, van Artemis. Ja, Jeanette Poorter. Het enige reïntegratiebedrijf voor vrouwen. Ja. Ik geef jullie twee folders, dus misschien kun je ze aan de echtgenoten geven. Okay. Om dan vervolgens contact met mij op te nemen. Zou ik maar zeggen. Meestal vinden de vrouwen dat heel erg goed om te lezen. Oké. Zal ik het wel. Onze hele maatschappij is ingericht op dat wat op mannentaal, hè, wat mannen willen. En daarom zijn vrouwen, en vrouwen die komen nu een beetje kijken, we zijn nog hartstikke traditioneel in Nederland. Hè. Er moet vooral iets veranderen ten aanzien van de mentaliteit van vrouwen zelf. Hè, zij moeten zelf uit dat slachtofferstuk en uit dat vraagstuk en uit dat verleidelijke stuk van wij doen nog wel een onderzoekje, want dan zijn we weer met z'n allen hartstikke leuk bezig en dan krijgen we weer een subsidietje. De boel is doodgedacht. Gewoon heel simpel. Er is niks meer te denken. Aan de vrouwen die in de WHO zitten. Vrouwen gaan daar ook in mee. Vrouwen gaan daar ook in mee. En die willen dan nog weer een onderzoekje doen. En ik denk, stop. We weten al lang hoe het moet en hoe het zou willen hebben. Ik denk zelf vanuit mijn praktijk als bedrijfsmaatschappelijk werker dat de zelfredzaamheid van vrouwen zo rond de 30 niet meer zo is als van de andere generatie. En dat zit hem in mijn beleving een beetje in dat ze vaak toch heel erg de weg mee hebben gehad. En als er dan een keer een hobbel komt, doordat ze en alles moeten combineren, dat dan ook de wereld instort. Dan en dat geldt specifiek voor die generatie? Ja, ik heb het gevoel dat dat heel erg rond die dertigers, hè, al die wensen van een carrière, een huis, mogelijk kinderen, al die beslissingen die bij elkaar komen op zo'n moment. En dan als er iets misgaat op een van die terreinen, dat er dan zoiets gebeurt van, oh jee, mijn leven stort in. En dat grijpt behoorlijk in. Jonge vrouwen, meer dan jonge mannen, hebben in deze tijd heel veel moeite, kijk naar mijn eigen dochters, dat zie ik dat ook, maar heel veel moeite om te bepalen wat ze willen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Een leuke man, 3 vakanties per jaar, een prachtig huis, een geweldige carrière, al of niet kinderen, daar moet je allemaal tussen kiezen. En ik denk dat ons sociaal verzekeringsstelsel
het mogelijk maakt om die keuze te ontwijken. Juist omdat het stelsel nogal laagdrempelig is en gemakkelijk toegang geeft. Ik meld me een tijdje ziek en dan kijk ik wel hoe het verder gaat. En dan kijk ik wel, dus je kan die keuze uitstellen. En ik denk dat dat niet goed is. Omdat je dan gevangen raakt in de fuik van de WO. Onderzoek wijst uit dat vrouwen werk minder belangrijk vinden dan mannen. Ook blijkt dat artsen en begeleiders vrouwen minder stimuleren om weer aan het werk te gaan. Daardoor blijven vrouwen langer in de WO. Als ze wel weer gaan werken, hebben ze dat vaak zelf geregeld. We doen even de deur dicht, want de rest van de wereld heeft niks met ons gesprek te maken. We hebben een aantal contacten gehad door de telefoon, omdat je werk hebt gevonden. Een potentiële werkgever die in dienst zou gaan nemen of zal gaan nemen. Ja. Nou, na 3 maanden ben ik door die werkgever gebeld en die zei van ja, het loopt toch moeilijker dan ik dacht. Ja. Hij zegt onvoldoende kennis, onvoldoende zelfstandig werken en nog onvoldoende stress aan kunnen. Nou, ik heb op zich wel kennis, alleen ja, het is voor mij een nieuw gebied, dus een beetje wegwijs zou leuk zijn. Ja, okay. Emily de Weijer probeerde 5 maanden geleden weer aan het werk te gaan op een administratiekantoor. Ze had toen bijna 2 jaar niet meer gewerkt. Wij zijn een kleine organisatie waar heel veel mensen met een behoorlijke mate van zelfstandigheid hun werkzaamheden moeten uitvoeren. En we hebben natuurlijk ook af en toe wat deadlines te halen. Dat verliep niet helemaal naar wens. En dat heb ik tegen haar gezegd op een gegeven moment. En, dus ze moest wel onder een zekere tijdsdruk ook gaan werken op een gegeven moment? Ja, dat werken we hier allemaal. En ik neem aan dat vrijwel niemand daar aan ontkomt. Maar dat was bij haar dus ook het geval. Dus die dag of die anderhalve dag in de week die ze bij ons werkte, ja, daar moest ze wel onder een zekere tijdsdruk of werkdruk of zo die iedereen ervaart, moest zij dat ook doen. Ze gingen gewoon vanuit dat ik dat allemaal wel zou kunnen. En toen dat op een gegeven moment niet lukte, toen hadden ze zoiets van, dit wordt niks. En hoe ging dat? Op een gegeven moment komen er dan twee van die partners op je af en die willen dan met je praten. Dan heb je al zoiets van, dit gaat niet de kant op die ik wil. En dan vertellen ze dat ze gewoon geen zin hebben in een moeizame relatie. En dan denk ik van ja, waarom begin je dan aan iemand die uit de arbeidsongeschiktheid komt? Helaas moeten wij gewoon geld verdienen om de salaris en de huur en alles te kunnen betalen. En daar past in ons type organisatie het niet in dat ik 2-3 uur per dag of zo iemand begeleid. Daar hebben wij ook geen mensen voor. Dat kan misschien als je 1500 werknemers hebt, maar niet als je er 15 hebt. Dan luistert dat allemaal erg nauw. Wat ik bij mezelf merkte is dat ik gewoon heel voorzichtig was, omdat ik ook niet zo'n werkgever wil afschrikken door je beperkingen. Je bent gewoon heel erg gauw bang dat ze zeggen van maar daar hebben we niks aan. Ze onthouden toch altijd bepaalde dingen. Als je zegt van nou, ik heb geheugenstoornissen, dan zo iemand willen ze niet hebben, terwijl dat op zich heel erg meevalt. Het is gewoon iets wat ik moet trainen en als ik rustig aan doe, gaat het echt goed. En de stress? De stress, ja, dat inderdaad, als ze ineens zeggen van de morgen, die klant komt eerder en moet eerder af en je hebt al moeite om het bij te benen, ja, dan werkt het gewoon niet. Je hoopt, ze had de werkplek zelf gevonden en ik had gewoon gehoopt van dat gaat onderling gewoon lopen, daar komen ze uit. En dat is denk ik te rooskleurig ingeschat. En het bleek fout te gaan? Ja, klopt. En dan ga je nadenken en dan ga je aan allerlei dingen denken van hoe kan ik die arbeidsplaats redden? Ja, dan ga je aan het fenomeen jobcoach denken. Ik weet niet wat een jobcoach is. Ik ken het fenomeen niet. Maar de bedrijfsvereniging heeft kennelijk mensen in dienst die deze mensen die willen herintreden heel zwaar kunnen begeleiden. En ziet u dat dus, zitten? Nee, ik zie dat op dit moment niet zitten. Nee. Om WO'ers effectiever aan het werk te helpen, heeft de overheid nu commerciële bedrijven ingeschakeld. Het bureau Artemis is speciaal gericht op vrouwen die uit de WO komen.
Bij de gemeente Haarlem geeft Artemis voorlichting over het ziekteverzuim onder vrouwen. Wij vinden, als je in de WO terechtkomt, dat vinden wij een gezonde vorm van verzet. Aan de andere kant, tegen verziekte arbeidsomstandigheden. Tegen verziekte arbeidsomstandigheden. Of tegen de maatschappij. Want verziekte arbeidsomstandigheden, dat vind ik ook een hele moeilijke. Hè, omdat iedereen elk zijn best doet om het iedereen naar de zin te maken. Maar een maatschappij die uit evenwicht is. Dat betekent dat we niet alleen dat linker hersenhelftdenken moeten hebben. Het linker hersenhelftdenken heeft ons op de top van ons economisch kunnen gebracht. Die mannen hebben het geweldig gedaan, moet ik eerlijk zeggen. En dan stopt het. De boel is doodgedacht. We kunnen verder helemaal niks meer. Nu moeten wij vrouwen erbij. En als we dat alleen doen door middel van razendsnelle reïntegratietrajecten, dat is niks en dat levert niks op. Dat houdt een draaideur in stand. Hè? Als je 3 maanden een administratieve opleiding gaat krijgen, dan en je gaat dan in een administratieve baan en het is toevallig niet jouw bezieling, dan ben je gewoon over een jaar, dan kom je toch bij ons terug, want dan kom je via de draaideur wel bij ons terug. Erger nog, dan is er verder helemaal niks gebeurd. Antistresscursussen, meditaties, coachinggesprekken en lichaamswerk. Dat past allemaal in de aanpak om vrouwen weer aan het werk te helpen. De vrouw moet de grenzen van haar lichaam leren kennen en tot maximale ontspanning komen. Om weer contact te krijgen met het lichaam is ook buikdansen populair. Margriet van Ginsven is inmiddels bezig met de cursus voor gevorderden. Het is moeilijk om een gezin draaiende te houden en een carrière op te bouwen. Ik was erg van die takken van economische zelfstandigheid en dat vrouwen absoluut een plek op de arbeidsmarkt moeten hebben voor een eigen ontplooiing en voor alles wat eromheen hangt. En op zich vind ik het nog steeds allebei heel erg belangrijk, alle twee die zaken. Maar ik heb wel steeds met zoiets van, het kan allebei, maar niet allebei in een heel hoog tempo. En misschien moet je het woord carrière inwisselen voor een baan. Oh, even eentje. Ik dacht, ik hou hem wakker, maar dat wou niet lukken. Nou, dat komt mooi uit. Dan gaan we gelijk door. Mooi. Heel dicht. In die tijd dat ik in het ziekenhuis werkte, toen was ik een persoon die kon leven naar de verwachting van anderen. Dat toen was ik gewoon altijd hele sterke, altijd vrolijk zijn en gewoon maar doorgaan, gezellig, leuk. Veel sporten erbij, leuke dingen doen, thuis gezellig maken, alles op alle vlakken, je relatie. En nu is het meer van, ik laat me gewoon mezelf zien. Als ik maar was dat geforceerd? Toen wel. Want als ik me rot voelde, dan ging ik er gewoon overheen. Hè. Dan verkrampte je lijf, maar ondertussen kon je wel een mooie lach opzetten. En doen alsof er niks aan de hand was. Ja, en daar heb ik nu gewoon geen zin meer in. Ik ben 2,5 jaar recruiter geweest. Werving en selectie gedaan van academici voor traineeships die de bank aanbiedt. Hey, Max. Vervolgens ben ik met sabbatical gegaan om 3 maanden te gaan reizen in Midden-Amerika. Geweldige tijd gehad. Toen ben ik stages gaan lopen. Ter voorbereiding eigenlijk op mijn volgende functie. Waarbij ik directeur particulieren zou worden. En nog voordat ik geplaatst werd, had ik op een dag het gevoel, dit moet ik gewoon niet doen. Echt in een paniekstoornis terechtgekomen. En wat ze mij dan noemden, een geagiteerde existentiële crisis. Waarbij geagiteerd dan slaat op paniekstoornissen, angststoornissen. Een existentiële crisis, dat ik extreem met levensvragen bezig was. Om wat ben ik, wie ben ik, wat wil ik? Is dit het nu?
Heb jij een andere baan al dan? Bijna. Ik heb vandaag nog gesprek, heb morgenochtend nog gesprek en dan is het klaar. Hopelijk. Met wat? En waarschijnlijk marketing. Het was absoluut een combinatie hard werken en ook nog sociaal alles willen doen. En de beslissing van, hé, wat ik nu doe, moet ik niet doen, dat was een druppel. En voor het eerst van mijn leven ging ook eigenlijk iets niet zoals ik wilde dat het ging. Want daarvoor was ik absoluut een zondagskind. Alles liep gewoon zoals ik het wilde. In mijn studententijd, vervolgens met mijn eerste, het vinden van mijn eerste baan. Dus dat speelde ook nog mee. Zieke werknemers kosten bedrijven veel geld. ABN AMRO moet de eerste 6 ziektejaren van een werknemer zelf betalen. Daarom worden er maatregelen genomen om langdurig ziekteverzuim in te dammen. Wat we natuurlijk doen is heel erg leren van het verleden. Dus we hebben gekeken wie stromen er nou in, wat zijn onze risicogroepen, wie hebben nou de grootste kans om langdurig ziek te blijven. En als je dat analyseert, dan ontdek je dat een hoop dingen beter kunnen. En de laatste paar jaar hebben we daar... Wat voor dingen ontdekt u dan? Nou, bijvoorbeeld wachten is een van de grote problemen waar we tegenaan liepen. En het klinkt misschien een beetje flauw, maar wachten op elkaar. Dus de ene hulpverlener wacht op de andere, wachtlijst in de gezondheidszorg. Wachten tot iemand weer wat beter is. En wachten is de pest voor arbeidsongeschiktheid. Doe je ogen dicht. En probeer je geest en je lichaam tot rust te brengen. Adem nieuw perspectief in. Adem in. En adem oud zeer uit. Ruim op. Opruimen is herstellen. Hoe kan je nou in deze hectische tijd in evenwicht blijven? Het is niet alleen jullie verhaal, het is ook mijn verhaal. Het is voor iedereen in deze tijd die keuzes moet maken uit, ik weet niet wat. Binnen de hectiek en de paniek keuzes maken. Dan is het belangrijk om te rusten zodra dat lichaam daarom vraagt. En alsjeblieft even niet werken. Hè? Want je hebt nu een proefplaatsing binnen Artemis, hè, ja. Voor 3 dagen in de week. Dus dat betekent eigenlijk dat als je hiermee aan de slag gaat, hè, met dat noemen ze IT of website, internet. Nou, dan hebben we die aprilmaand waarin je, hè, dus zo half eind maart tot half april gewoon tijd nemen om dat huis te doen. Dus daar kan je niet al te veel andere dingen in doen. Dat het ook gewoon belangrijk is om tijd te nemen. Hè? Ja. Om gewoon eens helemaal thuis te komen. Dus hier tijd. Ja, ga jij zelf eens met die vertakking aan de slag? Ik weet niet hoe dat gaat heten, maar misschien Artemedia, maar misschien ook weer niet. Ja, en waar we het ook laatst over hadden, wat zo belangrijk is om thuis te komen in jezelf, hè? Van nog meer voelen en de rust hebben om te weten van... Ja. Dus thuiskomen is heeft een belangrijke uitwerking op jouw businessplan uiteindelijk. Ja. Business. Een vrouw die al lang in de WOO zit, krijgt bij bureau Artemis 2 jaar begeleiding. Daar betaalt de uitkeringsinstantie 25.000 gulden per vrouw voor. Terug naar de rivier. La la la. Wij nemen echt heel uitgebreid tijd voor een intake. Gewoon om iemand te horen. Hoe heb je nou in je gezin gezeten? Hoe ga je nou met je geld om? Wat was ooit jouw droom? De meeste mensen weten niet eens wat hun droom is. Dus wat er helemaal precies verkeerd dan is aan dat hele snelle reïntegreren, is dat het weer één pot nat is. Judith Barnhorn zit op dit moment 7 maanden in de WO. Bij reïntegratiebureau Argonaut wordt ze begeleid om weer aan het werk te gaan. De reïntegratie van WO'ers kost de overheid dit jaar ruim 1 miljard gulden. Ik had bijvoorbeeld één van dat was met de gemeente. Daar ben ik, vorig jaar had ik daar al contact, dat was door middel van een vriendin. Bij dienst stedenbouw. Ja. Dat was een vacature en dat had ze me vorig jaar al gemaild. Hij is dichtbij, het is de overheid. Die zijn allemaal met kinderopvang ook allemaal een stuk makkelijker. Het is wat socialer voor mijn gevoel. Ja. En dat. Ja,
En ja. En waarschijnlijk dat ze niet raar ervan opkijken dat je uit de WO komt. Nee. Dat zal ook een stukje rust geven. Nou, absoluut. Ja. Nou, ze vroeg me dus wel van wat waren de klachten of waar ben je mee thuis komen te zitten. Ja, ik heb dat gewoon grote lijnen kunnen vertellen. En... Ja. Stressbestendigheid staat wel genoemd. Heb je het daarover gehad? Wat dat dan inhoudt? Nee, nog niet zozeer. Zover zijn we, het was eigenlijk ook puur een beetje een kennismakingsgesprek en dat ze me wel duidelijker heeft uitgelegd, stressbestendigheid, ja, het kan daar wel hectisch zijn. Het is wel weer een baan, denk ik, wat iets van je gaat verlangen en dat is prima hoor. Als je zegt van nou, ik ben daar best aan toe, prima om dat te gaan proberen. Ja. En ik denk dat het wel heel zorgvuldig moet gebeuren. Ja. Ik vind dat je vrij snel gaat, moet ik al eventjes zeggen. Okay. Ik had het nog niet verwacht hoor, nee. Dat je zo concreet met een vacature zou komen. Nou, ik, dat was ook niet eigenlijk, maar meer het idee van ik zou wel, het kriebelt en ik wil gewoon wat doen. En ja, waar kan ik dat doen? Ja. Het trekt toch, ik kan er niets aan doen. Dat is, je bent toch de regeltante, ja. Bij de ene kan het snel en bij de volgende moet je gewoon zeggen, jij bepaalt het tempo. En wij bekijken het ook altijd van geval tot geval. En, ik ben zo, en ik denk dat heel veel van mijn collega's zo zijn, wij oefenen daar geen druk op uit, omdat dat vaak verkeerd kan uitpakken. Kijk, als het dan toch fout loopt, kan ik in ieder geval als arbeidskundige niet de schuld krijgen dat ik door de druk te veel op te voeren het proces verstoord heb of tot een mislukking heb laten komen. Het slachtofferschap, dat is toch iets onaantastbaars geworden de laatste twee decennia in Nederland. Dus niemand durft te zeggen van nou, ik begrijp dat je klachten hebt, maar je bent helemaal op de verkeerde weg en je moet vooral weer aan de slag gaan. Niemand durft het eigenlijk tegen mensen te zeggen. Daarna raken ze opgesloten in dit gedrag, dat geloof ik wel. Je zegt, ik voel dat ik me af ga zitten, dat ik me afsluit. Kun je dan ook uitleggen wat er dan met je lijf gebeurt? Maak je dan koud? Ja, absoluut. Ik vind het nu heel moeilijk om terug te gaan eigenlijk naar werken. Ik wil het ontzettend graag. Alleen er zijn allemaal stemmetjes van, dat kan je toch niet. En je bent er zo lang uit geweest, dat zullen al die mensen wel niet denken. En, dat zie je dat afkeuringssysteem, hè? Precies. Dat steeds actief is dan, hè? Ja. Dat zie je met veel mensen die ziek zijn, die kunnen niet meer handelen. En handelen is iets wat bij mensen hoort. Hè? Daarom is werk ook belangrijk. Juist om bezig te zijn, om gevoed te worden in wat je bent. Dat vind ik belangrijk, hè? Dat het vanuit het stuk dat je zo lang thuis gezeten hebt, en nu echt 2 jaar, dat je vanuit dit proces je werk terug in kan gaan. Want dan weet ik gewoon dat het voor altijd is. Er zit heel veel kracht, er zit heel veel kwaliteiten. Ja, ik weet het. Maar het voelt me niet zo. Hoeft niet. Ja. Er zijn mensen die zeggen, iemand die ziek is moet net zo lang uitrusten totdat het lichaam weer zegt, nu kun je aan de slag. Ja, dat dachten we vroeger ook. En daar gingen we dan ook echt braaf op zitten wachten. Dus dan bestelde je mensen om de 4 weken terug op je spreekuur. En dan noteerde je dat het elke 4 weken weer een beetje slechter ging. Dus we dachten, dat moeten we in ieder geval niet meer doen. Dus rust is in de beginperiode erg goed. En dan kunnen ontspanningsoefeningen werken. Maar daar moet je op een gegeven moment gewoon mee stoppen. En dan moet je mensen weer terugleiden naar de arbeid. En dan moeten ze weer gaan oefenen. Eigenlijk een soort training doen op de werkplek. En wat voor training is dat? Nou, werken. Ik denk dat al die programma's waarin mensen weer naar zichzelf weer met zichzelf bezig zijn, dat die de mensen veel te veel op zichzelf richten. Dat mensen daardoor ook aan zichzelf te hoge eisen gaan stellen in die zin van dat ze zich helemaal perfect moeten voelen, terwijl het helemaal niet noodzakelijk is om je te perfect te gevoelen en toch een hele goede arbeidsprestatie neer te zetten en zelf je geld te verdienen. Dus ik denk dat dat niet helpt. Maar ik heb vroeger ook altijd geleerd, je moet pas weer gaan werken als je weer beter bent. Dat is... Ja, ja, uit onderzoek komt ook naar voren dat een verschil is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen denken veel meer dan mannen dat je helemaal beter moet zijn om weer te kunnen werken. Ik werk 12 uur per week, verdeeld over 4 dagen, want ik heb een maximum van ongeveer 3 uur. Voor mij telt iedere uur.
Als ik 3 uur gewerkt heb, ben ik moe. En soms merk ik van, goh, er zit per dag eigenlijk best een half uurtje per dag zit er wel in. Ik hoef niet per se om 12 uur naar huis, kan best 12:30 worden. Dat is een half uurtje meer en dat is voor mij een opmerkelijk verschil. En daar zit ik zo nu ongeveer. Dat ik, nou, best tot 12:30, maar 1 uur is lang. Maar is dat niet een kwestie van een beetje doorbijten? Ja, dat denk ik ook wel eens. Maar, ja, het gaat niet. Natuurlijk, dat denk ik ook wel eens. Ja, een uurtje meer of... ik krijg het niet rond. Dat lukt gewoon niet. En wat gebeurt er als u het wel doet? Of probeert? Nou, sowieso krijg ik na een aantal uur krijg ik klachten. Krijg ik druk op mijn hoofd. En dan concentreer ik me minder goed. En ja, een soort vermoeidheid in mijn hoofd. Het prettigste is dan gewoon een uurtje te gaan slapen. Dat doe ik ook elke middag na mijn werk. Op zich kan je daar nog wel even overheen zetten. Maar als ik dat regelmatig zou doen... Ja, ik denk dat er dan steeds meer aan de rest van de dag niks meer uit mijn handen zou komen. Op een gegeven moment kun je niet meer terug. Dus je raakt er heel geleidelijk in. Je raakt je werk kwijt. Je moet je omgeving uitleggen waarom je niet meer werkt. Vervolgens, stel dat het beter met je zou gaan, kan je omgeving ook heel moeilijk uitleggen dat het weer beter met je gaat. Want ja, je hebt die rol helemaal op je genomen, iedereen zit om je heen. Die aandacht, dat moet toch iets zijn wat verslavend werkt. Ik vind dat met name bij chronische moeheid en pijn, dat er hele sterke overeenkomsten zijn met verslavingsgedrag. Het lijkt wel of mensen daar niet meer van los kunnen komen. En dan wordt het dus heel erg moeilijk omkeerbaar. Het is een soort conditionering wat je ziet. Ik ben echt de laatste die zou zeggen van ik wil gewoon niet werken. Maar voor mij is het gewoon zo belangrijk om uit te zoeken van wat wil ik echt. Om dan op zo'n goede plek te komen waarvan ik weet van nou dit is het. Hier kan ik gewoon zo mijn kracht en zo mijn kwaliteit en creativiteit uitstralen. Ja, en dat stuk moet ik gewoon zoeken en vinden. De commissie Donner, die in opdracht van de regering het WO-probleem bestudeert, komt volgende maand met aanbevelingen. Er zullen ingrijpende maatregelen worden voorgesteld om WO'ers weer sneller aan het werk te krijgen. Ik denk dat hoe langer je thuis zit, hoe groter de drempel wordt om terug te keren. Dank. Die drempel was er nu al. Oh, die eerste dag dat ik daar wil lopen en wat zullen ze wel niet van me denken. En misschien gaan mensen me wel aanstaren. En de dag dat je zoiets hebt van, nou ja, het is mij overkomen en jammer dan wat iedereen ervan vindt. Ik moet er nu gewoon uitzien te komen. Dat is eigenlijk de dag, de eerste dag van je genezing terug omhoog.